Sinds begin oktober heeft amateurvoetbalclub Juliana uit Malden een nieuwe voorzitter, Carla Goossens. Goossens volgt Martien Teriele op, die na 6 jaar afscheid heeft genomen. In het bestuur zitten in totaal 3 vrouwen en dat is volgens Goossens bijzonder. Sinds 1 oktober hebben wij een dagelijks bestuur van 3 vrouwen. Onze secretaris en de penningmeester en de voorzitter zijn vrouw. En we hebben nog 2 mannelijke bestuursleden, dus totaal zijn we met 5. En dat is mooi. Ik denk dat het mooi is dat ook vrouwen hun opmars maken in voetballand. Het gaat natuurlijk niet zozeer om of je nou vrouw of man bent. Het gaat natuurlijk wel om je kwaliteit. Maar het is wel mooi om te zien dat ook vrouwen gewoon binnen een voetbalvereniging dingen kunnen doen en dingen voor elkaar kunnen krijgen. Goossens is trots op het feit dat de certificering voor de jeugdopleiding rond is. Daarnaast heeft de club een ambitieuze doelstelling om met het eerste elftal weer te promoveren. We willen natuurlijk heel graag met het eerste elftal weer terug promoveren naar de hoofdklasse. Dus dat is een mooie uitdaging voor dit seizoen. Daarnaast hebben we vorig jaar de certificering van de jeugdopleiding gekregen. Nou, dat is een hartstikke mooi compliment voor waar we hiermee mee bezig zijn. En dat moet de komende jaren gewoon goed gestalte gaan krijgen. Dus dat is wel iets waarvan ik denk, van, nou, daar hebben we echt wel de komende tijd, zijn we daar druk mee. Nou, we hebben natuurlijk het kleedkamergebouw wat al wat langer op de wensenlijst staat. Dus plannen genoeg om de komende jaren door te komen. Met ongeveer 1000 leden ziet Goossens dat de clubkantine ieder weekend weer vol zit. Ook de start met een zaterdag 1 elftal heeft de club een succes behaald. We hebben zo'n mooie club. We hebben bijna 1000 leden. Heel veel kinderen, ouders, vrijwilligers die met plezier ieder weekend naar de club komen. Als je hier zaterdagmorgen om 8:30 komt, dan zie je hoe druk het is. We doen heel veel dingen, gaan gewoon goed. We hebben een mooie ploeg met mensen die achter de bar staan. Mensen die hier de terreinen verzorgen. We hebben ieder weekend eigenlijk een volle kantine. Zowel op zaterdag als op zondag. Als je kijkt, we zijn dit jaar gestart met een zaterdag 1 elftal. Wat we van de grond gekregen hebben. Je ziet andere clubs worstelen daarmee. Dus weet je, al met al mogen we gewoon enorm trots zijn op wat we hier doen.